Terug naar Lisette. Want de politie heeft ingebroken bij een WhatsApp-groep waarin opgeroepen werd om te vechten. Ja, het ging om een WhatsApp-groep in Walcheren in Zeeland. Bij een groep scholieren had hij groepsapp gemaakt. Omdat er tussen een aantal scholen daar al vaker grote vechtpartijen zijn geweest. En die vechtpartijen die werden dus aangekondigd via WhatsApp. De politie heeft nu dus in die appgroep geïnfiltreerd. En ze hebben gezegd dat het strafbaar is om een vechtpartij uit te lokken. En die jongeren moeten uiterlijk vandaag uit die appgroep stappen. Want anders, zegt de politie, komen ze echt bij hen op bezoek. Ja, Angela, weer even over jouw kinderen. Heb je daar zicht op wat zij doen op WhatsApp? Ik probeer wel af en toe even te kijken, ja. Maar blijkbaar doen meer ouders dat en ook wel beter. Want ik weet dat er op een gegeven moment iets speelde in de klas van mijn dochter, wat ouders niet heel tof vonden. Maar zij zat niet in dat groepje, dus gelukkig. Maar ik vind zeker dat je als ouder een beetje in de gaten moet houden wat er gebeurt en tegenprestatie die ze dan eisen, is dat ze af en toe op mijn WhatsApp mogen kijken. En mag dat ook? Ja, tuurlijk mag dat dan ook. Oké, en Robert, wat vind je ervan dat de politie dat dan inbreekt in zo'n groep? In dit geval vind ik het heel goed dat geweld voorkomen wordt. Vind ik uitstekend.